Een tweede onderzoek, hypothesetoetsende onderzoek, promotie aan onze faculteit. Daar is de hypothese bevestigd. Houdt u zich maar even vast aan de stoel, want de conclusie is schokkend. Mensen die iets goed kunnen, die doen dat ook graag. Geweldig, hè? Had even aan mij gevraagd, hoe ik u denk, al 3 jaar gescheeld, maar nu weten we het zeker. En het omgekeerde sprak nog meer uit die data, nog significanter. Mensen die iets niet goed kunnen, die doen dat niet graag. Tenzij ze een leerdoelstelling hebben. Die twee dingen combinerend, 80% wordt door de collega's goed in het vak bevonden. Mensen die ergens goed in zijn, doen dat graag. Dat geeft je de legitimatie om ruimte en vertrouwen te geven aan die mensen. En als je ruimte en vertrouwen geeft aan die 80%, dan komt er energie vrij. En je hoopt dan wel dat die energie gericht wordt om het realiseren van de doelen van de gemeente. Mensen trainen zelf voor de marathon en lopen die 42 kilometer. Als je als gemeente zou vragen, kun jij niet voor de marathon lopen met het t-shirt van de gemeente op, want doe het toch graag. Dan is de kans heel groot dat HR of PNO bij u langskomt en zegt, dat mag je de medewerker niet vragen. Dat is tegen de Arbo-wet, verzet zich daartegen. Ja, maar hij wil het graag zelf. Nee, dan is het goed. En dan hebben we nog 5% mensen die willen het niet meer. En die komen toch. Dat is gek, hè? En waarom komen die? Omdat ze daar geld voor krijgen. Dat zijn mensen die ruilen tijd voor geld. En die mensen die zeggen, chef, jij mag zeggen wat ik moet doen tussen 9 en 5, zolang ik daar maar geld voor krijg waarmee ik tussen 5 en 9 kan doen, wat ik echt leuk vind. Die mensen gaan liever om 5 voor 5 naar huis dan om 5 uur. Want dan hebben ze minder tijd geruild voor hetzelfde geld. Dat is natuurlijk slim. En dan moet je reëel of virtueel als chef bij de deur staan en zeggen, vriend, het is 5 voor 5, we hebben jou nog even nodig. Bel maar eens een burger of kopieer maar wat. Maar nog niet naar huis. Dus deze groep moet wel gemanaged worden vanuit een negatieve attitude en deze vanuit een positieve attitude. En de accolade, dames en heren, die hierachter staat, die is voor de professional, voor de vakmens, is je koopt je vrijheid door goed te zijn. En dat geldt zelfs op gemeenteniveau en dat geldt op landniveau. Je koopt je vrijheid door goed te zijn. Ik heb dat nog nooit in de laatste 35 jaar dat ik dit werk doe gefalsificeerd gezien. Nog op individueel niveau, nog op teamniveau. We hebben daar in Nederland ook spreekwoord voor. Als je goed bent in je vak kun je wel een potje breken. Er bestaat dus geen beste manier van leiding geven. En we moeten dus durven differentiëren. En die beste manier die bestaat niet, omdat de competenties en motivaties van de professionals verschillend zijn. En daarom vind ik het altijd verdacht als een organisatie zegt, wij hebben hier gekozen voor resultaatgericht management, of voor dienend management, of voor participatief of autoritair leiderschap, of voor zelfsturende teams, of voor management op basis van empathisch meeresoneren. Het is een illusie om te denken dat er één managementstijl is die voor iedereen geschikt is, hè? Een organisatie waar ik als adviseur voor werkte, die heeft onlangs mijn advies geïmplementeerd om een commissie voor ongelijke behandeling in te stellen. En daar kun je een klacht indienen als je vindt dat je ten onrechte net zo behandeld bent als iemand anders. En bohica-gedrag is ook zoiets. Dat gebeurt vaak als de professionals geconfronteerd worden met een nieuwe baas van buiten. Of als er ineens een nieuwe wethouder is. Of als er ineens een nieuwe opdrachtgever is. Die er van boven ingeschoten of van buiten ingeschoten wordt. En die zegt na zijn eerste 100 dagen, of als het een MBA is dan na 3 dagen. Dan zegt hij, goh, doen jullie dan ook zo? Waar ik vandaan kom, deed wet zus. En daar bedoelt hij mee, zus is veel beter. En dan zeggen de mensen, ja chef, dat is hier al 3 keer geprobeerd, dat moet je hier niet willen, dat is wel mode, maar dat werkt hier niet, want het is een ander soort organisatie als waar jij vandaan komt. Ja, maar ik zou niet weten waarom het hier niet kan, want ik ben eraan gewend. Ja, maar wij met z'n 340 zijn er niet aan gewend, dat is misschien ook een argument. En dan zegt hij, nee, want ik ben hier de baas, we gaan het toch invoeren, je hebt mij niet duidelijk gemaakt waarom het niet kan. Nou ja, u komt van een uitgeverij, dit is een ziekenhuis, is toch anders, andere processen. En dan zegt hij, ja, bij ons ging het over boeken, bij jullie over patiënten. Ze kunnen alle twee open, dus ik zie eigenlijk het punt niet waarom die dat niet in zou kunnen voeren. En dan gaat hij dat dus toch invoeren. En dan zeggen de professionals onder elkaar, bend over, here it comes again.
Dat is Bohica gedrag. En dan ga je even liggen en dan blaast er overheen en op termijn loopt het dan helemaal vast. En dan zegt die baas, ja, dat zie ik nou wel, dat kan je hier niet doen, hè? Dat past hier niet.